Onze gast van vandaag is acteur Sjoerd Plezier, beter bekend als Siempie Stokvis van de legendarische serie Toen Was Geluk Nog Heel Gewoon. Hij vertelt echt fantastische verhalen en we hebben afgesproken op de plek waar hij geboren is, in Vlaardingen. Staat hier, hoor. Sjoerd! Sta jij er beduusd bij? Hortensiastraat 27. Hier ben ik geboren. En ik denk in de slaapkamer van mijn ouders toen, en dat is dat raam. En daar is de bijkeuken, keuken. Het kleine raampje. Dat is van de badcel. We hadden daar wel een badcel. Het is nu gekleurd. Toen ik hier woonde was het grijs. Korrelbeton, echt beton, weet je wel. Mijn tante Wil noemde ons huis ook de Hortensia Bunker. Bunker? Zo zag het eruit. Want toen ik geboren werd, 15 januari 1954, toen hingen de ijspegels in mijn wieg. Oh ja? Nee. Niet. Maar wat ik mis hier nu al, dat is, ik zie geen plaketten. Hier werd geboren op 15 maart. Zie jij hem zitten? Ik zie hem nog niet. Maar die komt er wel. Ja, of regel, die komt ja, er regel natuurlijk. Jij dat nou eigenlijk? Ja, dat regel ik wel. Toen ik aankwam lopen, toen was je heel stil. Was ja, het dan ja. Toch emotioneel? Ja, nou, ja, het is wel wat, natuurlijk. Alleen, ja goed, de eerste 8 jaar van je leven, wat weet je daar nog van? Maar ja, goed, ik weet natuurlijk wel heel veel dingen nog die hier gebeurd zijn. Ik weet nog dat ik een snoepje in het verkeerde keelgat kreeg. En dat mijn vader in de keuken op de keukentrap en tam, op zo'n trappetje, weet je wel, zo'n uitklap tomato ding. Pam. En toen kwam hij er gelukkig uit. Anders was je gestikt. Waarschijnlijk. Ik heb meegemaakt dat ik jarig was, 15 januari, werd ik 4. Dus dat moet zijn geweest in 58. Ik zat op de kleuterschool hier niet ver vandaan. Mm-hmm. En wat mocht je nou als je jarig was op de kleuterschool, mocht je kiezen, kon je kiezen tussen een plastic blokfluit of een waterpistool. Dan kon je kiezen. Maar ik kon niet kiezen, want ik was niet op school. Want ik lag hier met de rode hond. Komt de juffrouw aan de deur, wat denk je dat ze bij zich heeft als cadeau? Nou? De plastic blokfluit. Nou ja, dat zijn van die traumatische ervaringen. Toch aanbellen hoor. Jezus, die deur. Ik denk dat die deur nog... Ja, er komt iemand. Er komt iemand? Ja. Echt waar? Ja. Ah, dat wordt fantastisch. Dag mevrouw. Ik kan niet blijven staan. Hoor. Kent u Sjoerd Plezier? Ja, u hebt hier gewoond. Ja, dat klopt. Ik ben hier geboren. Ik ben... ik woon in... Oudejaarsdag, 62 ben ik hier. Dat ben u na ons hier? Ja, dat is ook zo. Zo lang woon ik al hier. Oh, wat geweldig. We zijn er met z'n 5 weer gekomen. Ik ben nog alleen over. Ach, wat geweldig, mevrouw. Ik wil niet weg. Nee, dat snap ik. Keken we altijd naar hem op televisie? Ja, tuurlijk. Die serie. Ja. Tuurlijk. Toen was gelukkig nog heel gewoon. Heel gewoon. Maar, ja. Ja, dat was hartstikke leuk. En wat dacht u dan? Hé, hey, dat is mijn oude woninggenoot. Mijn huisgenoot. Ja. Wel leuk hoor. Nou, ik wens u nog hele fijne jaren nog toe hier. Oh, wat leuk. En ik dank u wel voor dat u ons het woord heeft willen staan. Ja, dat is toch leuk. Hartstikke goed. U staat in de eerstvolgende editie van De Bruine Rotterdammer. Oh jeetje. Ja. Komt het allemaal in. Jeetje. Nou, nog een hele fijne dag verder. Fijne dank dag, u wel. Hè? Tot ziens. Tot ziens. Dag. Waar gaan we heen? Naar de hoek. De hoek. Ja, natuurlijk, Hoek van Holland. Rotterdam aan Zee. Kijk eens. Ja, ja.
Die auto is ook nog uit de tijd van toen was gelukkig heel gewoon. Ja, ik vind hem geweldig. Ik vind hem mooi. RAZ, Rotterdam aan Zee. Krijgen we nou, man? Wat? Hier stond. Daar stond de schietent. Nu niet meer zo te zien? Nee. Die en wat was de schietent? De schietent, dat was een grote houten keet. Waar muziek werd gemaakt. Daar trad onder andere op US 66. Dat was een band van jongens. Ouder dan ik. Ja. En die waren populair, jongen. Die waren populair. Dat was een beatgroep. Maar hier stond de schietent. En daar heb ik iets meegemaakt wat levensveranderend was. Ik zat op de MAVO. Ik maakte samen met Jos Loijsen. Jos Loijsen is een inmiddels zeer gerenommeerde kunstschilder. Een voorstelling, een musical, eindejaar musical. Uh-huh. En die heette... had ik bedacht, professor Nixon 6. Nixon was toen president van Amerika, Nixon 6. En die professor had iets uitgevonden, namelijk een robot die niet van een mens te onderscheiden was. De scène, het was niet meer dan een scène van een kwartier, denk ik, hadden we zo gedaan dat Leo Muis, dat was de grootste jongen bij ons in de klas, die lag op een tafel. Die was dus de robot die op een mens moest lijken. Maar ja, Leo was een mens, dus dat ging vanzelf. En dan had ik een afstandsbediening waarmee ik Leo tot leven kon wekken. En die professor had gedaan dat hij had zijn familie uitgenodigd. De hele klas die zat eromheen en die waren allemaal benieuwd of dat gaat lukken met de professor en met de robot of die tot leven kwam. Nou, dat lukt hoor. En Leo die kwam zo overeind zo, en dan gaat hij naar rechts en dat deed hij allemaal. Maar het liep uit de hand. Liep uit de hand? Ja. Hoezo? Nou, de robot ging zijn eigen gang. En wat deed hij? Hij ging naar de professor toe en wurgde hem zo op de tafel en hij maakte hem af. Zo. En dan bam. En hij zo'n eindontploffing, dat weet ik allemaal niet meer, maar ongeveer zo. Dat was natuurlijk een heel maatschappijkritisch gebeuren. Hè? De technologie die het over gaat nemen. Uiteindelijk is de menselijke maat gaat verdwijnen. Dat was toen al, moet je je voorstellen, 1970. Heb ik dat toen geschreven? Heb jij geschreven? En, veel belangrijker, gespeeld. En waarom was dat belangrijker? Omdat ik na afloop kreeg ik zoveel complimenten. Mensen vonden het zo geweldig dat ik dacht, dat zou best eens wat voor mij kunnen zijn. Toneelspelen. Wauw. Dat dacht ik toen. Dus dat heb je eigenlijk voor school gedaan toen, ja. In de schietent? Ja, ja, ja. En toen dacht je van hier wil ik mijn beroep van maken? Nou, een beroep van maken, maar toen dacht ik wel van dat vind ik wel te gek. Ik had ook ineens onwijs veel chance en zo. En daar gaat het om. Meisjes achter jou. Ja, maar nu hebben we dat niet alleen. Sartre schijnt dat ook gehad te hebben, dus wie ben ik dat ik daar een probleem van maak? Hoe was het voor jou om in deze hoek voor Holland te wonen? Ja, dat was wel een overgang. Ja, ik kwam in de derde van de lagere school, kwam ik in de Hoek wonen. En het was echt heel anders dan in Vlaardingen. Hoe anders? Ik was natuurlijk in Vlaardingen was ik gewoon vanaf de kleuterschool, lagere school, gekomen met leeftijdsgenoten, vriendjes en zo. En in de Hoek had je die niet eens niet meer. Eigenlijk pas toen ik op de voetbal kwam, was ik 10. Toen ging dat vanzelf, want dan zat je niet alleen... op school met je vriendjes, maar ook voetbalde ook met je vriendjes. En dat was op een gegeven moment dingen samen. Werd het wel vanzelfsprekend. Want had je in het begin heimwee naar Vlaardingen? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar het voormalige voetbalveld van de voetbalvereniging Hoek van Holland. Voetbalvereniging Hoek van Holland? Jazeker. Laten we maar zien. Ja. Thank you.
En jij leert me alleen maar mee naar plekken uit de tijd toen gelukkig heel gewoon was. Alles is weg. Je hebt het in de gaten, ja. Wat stond hier dan? Hier stond ongeveer de kantine met de kleedkamers. En dan was het, had je daar een veld en daar een veld. Het waren twee velden, ja. Ja. Waarom is dit zo'n belangrijke plek voor jou? Nou ja, omdat ik hier gevoetbald heb. En ik was helemaal gek op voetballen. En dat vond ik... Ik zou, als ik talent genoeg had gehad, zou ik voetballer zijn geworden. Dat weet ik zeker. Er is niks mooier volgens mij dan voetballer zijn. Of was je niet goed genoeg? Nee. Ik kon aardig voetballen. Maar ik stelde fysiek ook heel weinig voor. Ik ben op mijn 19e zo'n beetje gestopt met voetballen. En toen woog ik 57 kilo. Weet je wel. Dat is niet veel. Nee. Technisch was ik wel behoorlijk. En ik kon best wel aardig voetballen. Maar... Nou, wat voor voetballer was jij? Ja, ik was wel... wat ik zeg, wel technisch. Maar ook gemeen. Ik was ook wel gemeen. Wat deed je dan? Ja, nou, dat is het verhaal. Dat is het verhaal. Wij speelden in de A1. Met ons elftal. En we werden getraind door Willem Verhoren. En Willem Verhoren is een bekende Hoekenees. Die trainde ons. Speelde zelf in het eerste en die trainde ons. En die deed de cursus in Zeist voetbaltrainer. Dus die wist er een of ander, echt er een en ander van. Ja. Die leerde ons bijvoorbeeld dat de man die in balbezit is, altijd twee afspeelmogelijkheden moet hebben. Dat hij altijd daar de bal kwijt kan of daar de bal. Dat gingen wij oefenen. En wat gebeurde er? Dat elftal van onze A1 werd heel goed. We wonnen alles. We wonnen ook uit bij ADO in Den Haag. Wauw. Dat was niet gering. Wat er gebeurt? We staan bovenaan. En ADO staat 1 punt achter ons. We kregen ze nog thuis. Uit hadden we van ze gewonnen, moet je je voorstellen. Dus wij dachten, nou, laatste wedstrijd, wij gaan kampioen worden, want we pakken ADO thuis natuurlijk ook. Appeltje eitje. Maar wat er door het Westland al was komen aanwaaien, het gerucht was dat ADO heel goed geworden was door de komst van een B-junior, moet je je voorstellen, naar de A1 van ADO. En hoe heette die? Die heette Jol. Dat wisten wij. Ene Jol. Ik voel hem aankomen. Bleek dus later, veel later, kom je erachter, was dat Martin Jol. Maar dat wisten we toen natuurlijk nog niet. Aangezien ik dus ook wel de gemeenste was, zei Willem van Oorden, die trainer, Sjoerd, mandekking. Jij geeft Martin Jol mandekking. Weet je wat, deed je toen nog. Kort erop. Ja, als hij gaat pissen ga je mee. Weet je wat, dat idee. Dan nou, dat doe ik wel even. En ik had al gauw door wie het was. Grote gozer. Sterk, beer van de vent. Ja. Ik denk dat hij niet eens heeft gemerkt dat ik meedeed. Na 20 minuten riep Willem Verhoorn, shoot. Ik werd gewisseld. En toen liep ik dus naar de kleedkamer. Dat ga ik nu voordoen. Ja? Daar komt hij hoor. Ik ben er dus uitgehaald. Na 20 minuten. Hoe stond het toen? Dat weet ik niet meer. Maar we hebben wel verloren. Ja. Uiteraard. Ik liep zo naar de kleedkamer en ik weet nog dat ik tegen mezelf zei. Jongen, jij wordt nooit... een voetballer. En vervolgde mijn weg naar de kleedkamer. En toen kwam ik uit de douche. En toen zei ik tegen mezelf, dan maar naar de toneelschool. Wat een geweldig verhaal, man. Zo. Oh. Dus hier is het eigenlijk allemaal gebeurd. Ja, jongen. Je droom ging eraan. Ja. Een nieuwe droom begon. Ja.